De ziekenhuizen liggen nog steeds overvol en dat geldt ook voor het Zuiderland in Sittard. Hier is zelfs verleden week een opnamestop afgekondigd voor coronapatiënten. Doordat een aantal patiënten kon worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen, werd de opnamestop voor alle patiënten inmiddels weer beëindigd. Verleden week werd op één avond de afdeling spoedeisende hulp van het Zuiderland in Sittard geconfronteerd met een instroom van maar liefst 35 nieuwe coronapatiënten. Dat leidde op dat moment tot acute problemen, al dus de woordvoerder. Nog dit jaar wordt begonnen met de sloop van het oude VND-pand aan de markt in Sittard. De aanbestedingsprocedure hiervoor, de sloop en de herontwikkelopgave, wordt naar verwachting op 15 december van dit jaar afgerond. Vervolgens kan de sloop beginnen. Dit alles meldt het college van BMW in een brief aan de gemeenteraad. Eerder werd verwacht dat deze procedure rond midden oktober zou zijn afgerond, maar vanwege de omvang van het project heeft de gemeente gekozen voor een Europese aanbestedingsprocedure en die duurt iets langer. Door op de locatie een nieuwe bestemming te leggen, haalt de gemeente in totaal 12.000 vierkante meter winkelvloeroppervlakte uit de Sittardse Markt. Op dit moment wordt het Sittardse Stadspark ingrijpend gerenoveerd en daarbij komt een stukje geschiedenis letterlijk boven water. In de buurt van de Ophovener is namelijk een historische stuw gevonden. De houten vloer die bij de stuw hoort is inmiddels uitgegraven. De historische stuw werd toevallig gevonden op de plek waar een nieuwe stuw is gepland. Onder de vloer is een oude greppel gevonden en daardoor is het volgens de onderzoekers vrijwel zeker dat het gaat om een oude stuw. De huidige aftakking van de beek waarin het molenrad draait, is voor het eerst te zien op kaarten uit 1811, toen de molen van eigenaar een functie wisselde. De stuw die nu is gevonden staat niet op die kaarten aangeduid. De grote vraag is natuurlijk wanneer is deze stuw aangelegd? Daar wordt onderzoek naar verricht, maar naar schatting ligt het ergens tussen 1500 en 1700 van de vorige eeuw. Dagblad de Limburger schrijft over een nieuw dorp in het groengebied tussen Ziekenhuis Zuiderland en de spoorwegen zit dat gelegen. Een hypermodern dorp, op ecologische basis, zoals het wordt genoemd, gebouwd in een karakteristieke oud-Limburgse stijl met bijna 300 nieuwe woningen. Het gaat in totaal om 279 huizen, waarvan 50 zorgwoningen zijn. Die zorgwoningen verrijzen aan de zijde van de Rijksweg op korte afstand van het ziekenhuis. Als inspiratiebron gebruiken de ontwerpers de karakteristieke elementen van het Limburgse cultuurlandschap. U kunt dan denken aan kronkelige straatjes, kleine parken, lintbebouwing en een of meerdere hofboerderijen. Hoogbouw in deze nieuwe wijk is volledig uit den Boze. De bouwers verwachten medio 2022 te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van het gebied. En dan kan eind 2022 gestart worden met de bouw van de eerste woningen. De Zuid-Limburgse plattelandgemeenten lopen niet over van enthousiasme voor de nieuwe toekomstvisie die Pieter van Geel opstelde voor Maastricht-Agen Airport. De gemeenten willen vooral minder geluidshinder en het plan is op dit punt nog iets te vaag. Beekdalen, Stein, Meersen, Hulpen Gulpenwittem, Vaals, Simpelveld, Voerendaal en Valkenburg werken sinds twee jaar samen op gebieden als leefbaarheid, landschap, economie en toerisme. En volgens deze gemeenten schaadt de voorgenomen uitbreiding van Maastricht-Agen Airport de gezondheid de leefbaarheid, maar ook het toerisme. De gemeente Meersen en gulpen wittem reageerde eerder al kritisch op de visie van Geel. In deze visie staat dat vernieuwing van de toestellen die het vliegveld aandoen, de overlast rond het vliegveld de komende tien jaar omlaag kan brengen. Maar de gemeente twijfelt hieraan.